Ja, dan komende zondag. Dat wordt een bijzondere dag voor een 18-jarig meisje uit Capelle aan de IJssel. Niet een hele leuke bijzondere dag, omdat je jarig bent of zo. Maar zondag is het precies een jaar geleden dat ze werd overvallen. En dat ging heel heftig. De dader is al regionaal getoond, maar niet herkend. En daarom rekenen we vanavond alsnog op u. Het meisje heeft vorig jaar zomer een bijbaantje als cashière bij deze MCD-supermarkt aan het Maria Danielserf in Capelle aan den IJssel. Daar helpt ze zaterdag 9 juni rond 4:30 een klant, wanneer er vanuit het steegje een vrij tenger figuur opdoemt. Het is die dag mooi weer en op een zaterdag zijn er sowieso veel mensen op de been. Je zou zeggen geen ideaal moment om een overval te plegen. Maar opeens rent hij naar de eerste de beste kassa binnen. Daar zit het dan 17-jarig meisje net een klant te helpen. De overvaller blijkt een wapen te hebben gepakt. Hij richt het pistool op haar en eist dat ze de kassalade opendoet. Als ze zegt dat dat niet kan omdat ze midden in een transactie met een klant zit, dreigt het allemaal heel snel mis te gaan. De man laat demonstratief het vuurwapen door en richt het op haar hoofd. Ze zegt opnieuw dat het gewoon niet kan. En dan draait hij gelukkig om. We zien hem hier met zijn wapen weer weggestopt snel wegrennen. Heel fijn, het meisje stond er niet alleen voor. Er komt meteen een klant achter hem aan en ook twee jongens op straat gaan op zoek naar de dader. Die is dan al helaas weggerend, linksaf de steeg in, richting het Filomeentje-erf. Het kan toch niet waar zijn dat er niemand weet wie dit heeft gedaan. De dader zal amper 20 zijn. Hij was of zongebruind of licht getint en lijkt vrij tenger gebouwd. En hij laadde dus een pistool door om een meisje van 17 te bedreigen. Geef door wie hij is. Zijn beelden delen kan via de site.